Basisschool Hidaya is de winnaar van de Nijmeegse Energy Race. Leerlingen van 9 basisscholen in Nijmegen zijn met elkaar de strijd aangegaan om met hun buurten zoveel mogelijk energie te besparen. Dit project, dat gestart is in augustus, draait om bewustwording en actie voor een duurzamere toekomst. De bekende YouTuber Teun Peters kwam het fantastische nieuws persoonlijk vertellen op de school. Ik heb een prijs voor jullie, namelijk 500! Maar om deze prijs te winnen, moesten ze zoveel mogelijk punten verzamelen. En dat deden ze door... Gewoon flyers uitdelen en flyers maken met tips. Mensen tips geven hoe je energie kunt besparen. En ook bijvoorbeeld wat makkelijker is. Net als je wil gaan gamen, maar je kan dan beter gaan buitenspelen. En naast buitenspelen in plaats van gamen zijn er nog veel meer tips die de kinderen hebben geadviseerd aan de buurt. Bijvoorbeeld douchen koud. In plaats van het drogen gebruik dan een wasrek. Ja, stekker eruit als je klaar bent, bijvoorbeeld met je telefoon opladen. Ook YouTuber Teun Peters weet maar al te goed hoe belangrijk de kleine veranderingen zijn. Ja, het zijn hele kleine dingetjes eigenlijk die het verschil kunnen maken als je het groot uitzet. Dus een lampje aan of uitzet, ja, het bespaart misschien een paar watt. Maar als je dat voor een keer 1000 doet, dan is het alweer 1000 keer 2000 watt. Dus dan gaat het hard. Dus dat vond ik heel belangrijk. Dat die kleine bespaartips die grote impact kunnen hebben, die beginnen gewoon al bij jezelf. En dat kan heel makkelijk zijn. Hoewel deze kleine bespaartips eenvoudig zijn uit te voeren, was deze race toch een flinke uitdaging voor de kinderen. Toch hadden ze er vertrouwen in dat hun klas zou gaan winnen. Omdat iedereen heel erg zijn best heeft gedaan ervoor en zo. En omdat we ook een grote klas hebben. Ja, daarom. Hey, en wat ga je nu meenemen voor jezelf voor de toekomst? Hoe ga jij meer energie besparen? Door alle tips goed te onthouden en dat ook doen. En volgens Teun is juist deze bewustwording bij kinderen zo belangrijk. Want zij zijn immers de toekomst. De kinderen die zijn de generatie die ons gaat opvolgen. En als daar de bewustwording al zit, ja, dan heb je al gewoon heel veel winst gehaald. Dus ja, daar begint het.